Oké dan. We zijn onderweg. Ja, we meeten in Epe. Ik ben nu net het dorp uit. En ja, en dan gaan we rechtstreeks naar de Ardennen. Hoe we rijden, ik heb nog geen idee. Maar dat komt pas goed. Let's go. Kijk, hey, wat daar rijdt dan. Dikke Arosa. Hij lijkt wel getuned, pik. Hé, hey, man, die lijkt getuned. Maar... hij hoort me gewoon niet, hè? Wat een baler. Kijk dan wat daar rijdt, jongen. Een wilde Arosa. Ja. Even vragen of ik een foto mag maken van de auto. Hij zit misschien in de lijnen van dit zit hij misschien scheef. In de lijnen van dit zit hij misschien scheef. Maar als je er naartoe kijkt, zit hij wel gewoon recht. Hij is er nog één? Nee, nou, hij is er scheef. Hij zit scheef. Deze gaat nog schever, ik voel het. Die gaat. Ja, ik ga in de winkel. Tjallas. 5 euro. Oké, we gaan dus meeten bij de AH. Iedereen gaat meet. Ren een meet op hier. In ieder geval, wij gaan rijden. Everybody gets high sometimes, you know. Go! Oh, anders pizza. Ik wil filmen met het ding. Waarom man, deze is voor de film. Oké, let's go! What else can we do when we're feeling low? Gaan we. So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I want jump. Ik heb een bord gemest! België! Ik wil een bord, ja! Voerstreek! België! Grensbord! Wacht even. We gaan filmen hoe we om 11 uur s'avonds op de camping met auto's. Staat hij al aan, ja? Ja, ik wil... Jongens, we moeten zachtjes doen, hè? We moeten zachtjes doen. We rijden hier met 4 auto's met dikke uitlaten eronder. Dit gaat helemaal... dit gaat helemaal niks worden. Nou, Johan. Misschien moet je je licht even aanzetten. Ja, misschien goed idee. Proef. Wat was dat? Kijk. Hoe zit dat ding? Oh, kijk dat. Oh. Oh nee, jongen. Oh nee, joh. Wacht even. Dat wil niet. We zijn er door. No. Kijk dit dan, joh. Ze denken, yo jongens, laten we even een paar balken van 10 bij 10 in de grond graven. Maar Matthijs heeft skit beter een R uit, geen stress. Graven. Oh. Ga naar achteruit. Ik ben niet blind, joh. Ach, film jongen, hij is aan het zoeken. Ze zullen hier ook wel denken, wat de fuck komt er nou weer op de camping? Zitten we hier ook? Ja. Oh nee. We zitten wel vlak bij het wc-gebouw. Hi. Hi, hi. Dat klinkt gezellig. We moeten wel eerst even de bende opzetten. Zijn we uitgenodigd? Ja. Hé? Hey? Ja. Weet je, dit is nog verder op het veldje. Jawel, hè? Anders wordt het nu wel zo. Ja. Ik wou net zeggen, het wordt wel gezellig hier, toch? Nee, dat komt op de we hebben gehaald. We leven nog. Oké, Ruben, ga ervoor. We doen het samen. We doen wacht, doe tegelijk. Wauw, we hoog genoeg gooien, hè? Bro, waar is die van mij, man? Bro, waarom doet hij van mij dat niet, man? Hé, hey, die van jou is dat wel snel, Ruben. Wat? Die van jou is dat wel snel. 10 euro. Wij gaan zo meteen die auto, koude auto starten. En dat hebben we niet aan één. Bro, man. Half 9, jongen. Iedereen pit nog. We moeten die wagen. Hier. We gaan. Dit is content. We gaan. We zijn weggestuurd
Gewoon te klaar. Ja. Oh, echt. Check nog even voor spullen of er niks ligt. Ik heb weinig vrienden gemaakt hebben gisteravond. Joy about en zo naar jullie. We gaan, we hebben het overleefd. Morgen, goede morgen. Nou jongens, moeilijkste hebben we gehad. Ja. Oké, we gaan even interviewen. Hoe is gisteren nacht verlopen? Gezellig, luister. Dat is echt niet veel. We hadden een paar mensen die vonden het niet heel leuk. Wat we een paar? Hoeveel? Een paar. De hele camping. De hele camping. De rest? Camping, geen probleem. Ja, nee, vanochtend dachten ze van om 7:15 trap in die tent dan. Ik denk de tent stopt, die ook niet afbreken. Ja, hoe verliep het nou precies? Ja. Je had een wekker gezet, ja, maar... Normaal gesproken doe je werk, hè. Normaal gesproken doe je werk. En die wekker die stond nog aan. Dus die man die komt mooi 10 minuten te laat, want wij waren nog wakker van de wekker. Ja, ja. En hij denkt, ik ga jullie mooi wakker maken. Kill hem toch een trap, jongen. Non. Hij trapt zo tegen die tent van Ruben aan. En wij zeggen zo, je hoeft ons niet te doen, hoor. Wij zijn al wakker. Ja, en nog steeds trappen, hè. En nog steeds trappen. Right over into cold, cold water for you. Into different places, I will still be patient with you. And I want to know, I want. Daar moet een explosie meme bij. Als je hem in de pan gooit. Boom! Ja. Hallo dan, Mamacito. Wij waren in de Lorettenbar. Hi. Oké. Okay. Ik kon gewoon een random Nissan SUV ons achterop rijden. Ik heb hier al wat kleren liggen, wat zei je? No, 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 wat lijkt? Ja, ja. Stuif op erop. Nee, hij stuift maar in. Matthijs vraagt het niet. Oh, kut Matthijs, het regent nou in mijn tent. Matthijs, ik mag je even een potje beneden, alles spijt daar. Kom, we gaan zwemmen. Aida. Wat tijd is van mijn tent is die waterdicht, idioot. Ik heb die tegen liggen. Oh. Nou, goedemorgen. Check die tijd. Oh, die. Niet omhoog. Die waren gisteren ook al boos, man. Tijd om de douche toetsen, pa. Tijd om de douche. Laat me die regendouche zien. Bro, dit ziet er nu al 10 keer beter uit dan eerst. Ja, oh, inderdaad. Hij heeft al een ik maak geen grapje als ik zeg dat het binnen gaat regenen als jij mijn tent trekt. Als ik dit doe.
op, Matthijs, ik stomp je echt niet. Maar ik zei. Wacht, hou mijn bot. Goedemorgen, strijders. Het is vandaag. Het is de 20e van augustus. Johan, hou je bek, doe niet zo vrolijk. 9:50. Nee. 9:50, ja, dankjewel. Ik ga me even mijn broekje aantrekken, dan gaan we de tent afbreken. Die is al lekker bezig met koken. Ja, laat even je os zo zien. Dit is mijn os. Als ik geweten had dat er werd gefilmd, had ik even wat opgeruimd. Ja, en je haar misschien even gedaan? Ja, mijn haar misschien even gedaan, maar... Geen stress. Ik ben kamperen, dus dat kan allemaal. En een broek aangetrokken. En een broek aangetrokken, die moet ik eigenlijk nog even... Waar las je? Kijk. Oh ja, de broek. De broek. Dus, ja. Zal ik filmen dat je bij me aantrekt? Nee, joh. Nee, oké. Okay. Dat is goed. Dan doe ik hem wel dicht. You shouldn't be fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And all the... Dan pak je die kant en dan de andere kant. Dat zou zien. Dan bouw je hem. Mannen zijn een tutorial aan het kijken, want ze krijgen hun tent niet afgebroken. Kwaliteit content. Ik moet die ook in één hand. Zo. Oh, ja. Maar je moet hem twisten, Ruben. We zijn er bezig, jongen. Ga jij dan maar lekker cameraman spelen? Oei. Accu opladen doen. Dan dus nog een keertje in elkaar draaien. Matthijs is gewoon even aan het genieten. Ja, dit is gewoon... Hey, wel action, sponsor ons. Sponsor ons, alsjeblieft. Ja, dat ik weet je of zo. Wat een k***. Wat is dat ook voor tas? Dat is niet eerlijk! Wat de fuck? Ja, zo kan ik ook wel een tent opruimen. Nee, jongens, ik ga even genieten van het uitzicht. Waarom doe je dat nou? Ga weg! Zij doet het dus zeg maar zo, zij drukt hem zo ovaal. En dan doet ze in één keer... Wacht, maar dit is een vrouw. Die kan dat in er eentje beter... ...vier mannen bij elkaar. Kijk, dit is de tent, ja? Dit hadden we. Dit is wel leuk, maar dit is geen pop-down tentje, hè? Nee. Jongen, ik heb bijna echt mijn paas erin zit. Wou de buitenkant over elkaar heen. Juist, en nu vouwen. Nee. Er zit hier zo'n mokertje veel spanning op, dit kan niet goed zijn. Zo, ja, hoe wil je het anders? Anders past het niet, dat kleine kutding, hoor. Ja, zie. Nou, zak! Ja, dit lukt. Ja, toch. Niet slaan, hé. Ja, hij zit gewoon. Oh, jouw moeder. Tino tent. Blijf van Tino af. Fuck you, man, Tino. Dus daar. Mooi, zullen we een line-up doen? Van alle auto's even. Wat we hebben. Oké, wat hebben we hier, Justin? Johan, wat hebben we hier? We hebben hier een Arosa. Ja. Volgens mij een 1.4, dacht ik. Ja. MPI. Ja. Ik weet niet precies hoeveel pk, hoeveel pk? Ik weet niet precies hoeveel pk. Noah, hoeveel druk jij? Hoeveel druk jij? Noah, hoeveel druk deze? Turbolaan. 53 pk, je weet wel. We laten de motor, laten we nu even dicht. Jullie zijn er nog niet klaar voor. Nee, dit mag als daarna gerist is toch. Hier hebben we een R32 omgebouwd naar een GT. GT is natuurlijk een stuk sneller dan de R32, dat is allemaal. Deze is dus eigenlijk zo, je kan wel zeggen dat hij getuned is. Hij is getuned, ja. Okay, hij okay. is niet standaard. Hij is niet standaard. Hij is getuned. Ja, oké, hoeveel drukt hij? Hoeveel druk je? 3 moeders in de week. De auto. Oh! Ik denk een stuk 160 ponies. 160. Oké, we gaan verder. Ponies zijn meer waard dan paarden. Is er een... Wacht, is er een 3-cilinder? Dit is dus de enige echte 3-cilinder. We gaan verder. Oké, wat is dit? Deze is voor mij. Ik heb deze geswapt naar een 2-liter GTI. Het was een diesel. Mag ik zien? Nee. We laten hem lekker dicht. Mag betere vraag, hoeveel rij je? Hoeveel? Nou, vertijverbruik. Dat is dus het mooie. Ik rijd dus op de snelweg rijd ik 1 op 30 met deze wagen. Deze man heeft niet eens hoeven tanken, man. Deze man heeft nog niet hoeven tanken. Deze mensen hebben allemaal al hoeven tanken. Hoor, ik heb nog geen 1 keer hoeven te tanken. Wat is dat voor enge gangbang shit dan? Ik druk onder 5. Ik ben gewoon eerlijk, ik ga niet liegen zoals wat de rest hier allemaal doet. Ik druk gewoon onder 5 en dan is het klaar. En dan hebben we hier... Oh, we gaan nog verder. Oké, wat is dit? Dan hebben we hier de barn find van de groep. Wacht even, wat zei je? De barn find van de groep. Is dat positief of negatief? Dat is goed. Oké, dat is barn find, yes. Pas op wat je zegt. De enige echte M street fluence. Deze is getuned, man. Deze is echt getuned. Zeg dan. Hoeveel drukt hij? Wat Matthijs heeft gedaan, waar ik niet helemaal eerlijk mee ben, is... hij heeft de veren heeft hij doorgeslepen tot echt... Kijk, er zit helemaal niks meer hier. Nee. Dus dit is hoe die standaard rijdt. Ja, die standaard. Dit is een beetje standaard inderdaad. Hoeveel drukt hij? Hoeveel drukt hij? 99. Druk deze hoor. We gaan gewoon eerlijk zijn. Hij komt zonder stuur helaas, zoals je hier kan zien. Ja, die wordt niet bijgeleverd. Nee. Nee.
Dus dat is iets, dan moet je er dan wel bij kopen. Is niet standaard? Nee. Dus dat is de line-up. Oké, okay, goede line-up. Hartstikke bedankt, meneer. Geen probleem. Stuur maar een tik. Yes, sir. Dat is niet starten, dat is rappen. We zijn iemand vergeten, jongens. Handen, gehoorbescherming op. Dikke VSS. Komt ie. Bedankt, man. Bedankt. Maar schijn eens goed bij. Hier, kijk bro, hier, kijk. Enge schimmel, broer. Ik ga je niet te lang inademen, hoor. Nee, echt niet, bro. Dit is niet goed voor je luchtdelen. Over die muur heen zit hij. Johan, Gerald mag naar beneden. Gerald, wat doe je? Ik heb je in de auto gedaan. Gekke hond. Grapje? Slapje? Rustig, oké, weg, rustig. Hij wordt bang. Kom. Als hij nu gewoon hier stopt. Ik lag me de bal naar de broek. Ik zie daar een poort. Oeh, is ook een poort. Jezus, wat is dit voor? Justus, jij wat ik zie? Ik zie er een plek en we moeten kijken of we het kunnen halen. Ah ja, dat gaan we proberen. Ik ben met zijn kop en zo hier weet je wel. Oké, daar zijn we dan maar. Oh, kijk. Ja, niet normaal, hè? Ah, dat is wel ziek. Holy shit, ik. Nou, nog één probleem. Je moet naar beneden. Ja, net gras. Amen. Oh, ja. En Gerald pakt gewoon het weggetje via je. Bro! Bro! Nee! Nee! Kijk waar zijn telly ligt! Ik doe het niet meer, hè? Kijk waar zijn telly ligt! Kijk waar zijn telly ligt, bro! Als je nu. Ouwe, ik ben letterlijk. Niet trillen. Wacht, laat me filmen. Nee, ik film al met Cammy ook dus. Bro, leg die hand erop. Oh. Je zag hem gewoon balanceren. Gevaarlijke ding. Wat een grote kapot geweest. Even voor de views. Hele grote kapot. Hey, oh. Bro. En deze kant blijft, bro. Je hebt airtime, jongen. Bro, als je daar valt, je hebt echt 2 seconden airtime ofzo. Nou, dit is wel langer dan 2 seconden. Ah. Moet je na? Dank, nog een beetje drank. Hier zit geen rietje aan. Dus mag ik nog even een kleine review van het huisje? Matthijs, dat is mijn Capri Sun. Zijn MTV Crib. Even een kleine roomtour toch? Hier de master bedroom, hè. Hier is het gebeurd vannacht. Hier van alles gebeurd vannacht. Volgende kamer. Dan hebben we hier. Oh. Ons favoriete plekje. Ja. Nou, dat spreekt voor zich. Douche werkt niet. Douche, ja. Hij zit erin. Dat werkt niet. Dat blijft bij. Maar goed, hier ook. De volgende kamer. En lampje aan, hè.
Jullie zien het. Oh. Netjes achtergelaten en dat soort dingen. Twee personen luxe slaapkamer. Kijk, dit is uitzonderlijk. Dit zie je niet elke dag. Dit is een dikke boxspring, kijk maar. Geen vier houtjes. Een tweepersoonsbed, gescheiden van elkaar. Dat zie je niet elke dag. Zie je niet vaak. En dan heb je hier nog een slaapplek. Ja, hier was ook nog een slaapplek. En dan, gaan we weer naar een stukje sturen. Ja, met een stuur. En dan zien we wel wat we belanden. Ja. Dit is een soort bejaardencamping. En... Morgen. En we hebben de walkies gewoon bij de mensen staan, toch? Ja, dat is ons also. En hier staat onze auto. Naast een mega dikke Clio. Vies man. Misschien hebben ze hier in Duitsland wel wat boxen. Ja, dat denk ik wel, ja. Als je naar bed moet, waar ben je dan? Moe! I'm all alone. And now I'm out. Someone's gonna take me home. Summer has a rest my soul. I'll be go.